Nou, ik zit dus nu echt tussen alle dozen, bommen, hele administratie te houden. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is zondag en het is hier een... Of nee, het is maandag. Het is chaos in huis en ik weet wel waarom. Zondag zegt zelf nog een studiedag. Het is morgen weer naar school, dus ik heb een beetje zo'n zondaggevoel. Maar dat is het dus niet. Het is hier echt ontploft, want ik ben nog steeds bezig met die lijsten. En woensdag komt de schade-expert, dus dan moet ik echt zoveel mogelijk af hebben. En dat moet natuurlijk naar de politie zo snel mogelijk. Maar het is zoveel werk. Echt, dat had ik nooit gedacht. Dus ja, echt. En ik hou hier niet van. En ik loop natuurlijk ook nog met die krukken. In ieder geval nu even met één. In de ochtend heeft mijn voet wat gerust. Dus dan gaat het wel. In ieder geval gaat het wel. Doet het een stuk minder pijn. Hoe meer ik ga lopen, hoe meer pijn het gaat doen. Maar goed, de pijnstilling helpt wel aardig. En daardoor gaat de ontsteking ook wat meer weg. Dus ik ga even proberen een klein beetje aan kant te krijgen. En dan weer verder met de lijst. Sarah. Ik heb iets voor jou en je houdt van unboxen. Mag ik heel even bij? Mama loopt niet zo makkelijk. Ja, oorbellen. Ja, ik heb voor Sarah, ik weet niet eens meer of ik dat verteld had. Ga maar zitten, mag jij hem unboxen? Lekker je pyjamaatje nog. Want hij was door de boeven gepikt. Ja, hij was door de boeven gepikt en die had je net nieuw. En die kon ik in ieder geval wel nieuw bestellen. Dus dat heb ik gedaan voor jou. En jullie hebben ze natuurlijk in de vlog wel al eerder gezien. Eén. Nee, twee. Maar we weten nu dat ze per stuk zijn, hè? Ja. Ja. Ah, ja, daar zijn ze weer. Kijk, weer de... Als die hem scherp stelt. De rainbows. Nou. Ja. Twee keer. Want die worden per stuk verkocht. Ja, ik heb hem al laten zien. Dat is dezelfde. Ik moet wel zeggen, verder gaan we even niks kopen nu. Zeker niet dat soort dingen. Want we weten ondertussen dat de inbrekers in deze omgeving veel meer inbreken de laatste tijd. En dat ze bij verschillende adressen ook een paar maanden later of een jaar later zijn teruggekomen. Omdat je dan alles hebt vervangen. Nou, wij willen toch al verhuizen. Dus we hebben zoiets van, nou... Weet je, laat het maar heel even. Als ze dan een tweede poging doen, dan ligt er in ieder geval even niet zoveel. Vonden wij een goed idee. Zal ik jou even helpen met die oorbelletjes in doen? Wil je dat? Ga ik doen. Nou, ik zit dus nu echt tussen alle dozen, bommen, hele administratie te houden. Foto's op te zoeken van dingen, echt. Mijn hoofd loopt over en... Weet je, je weet wat je hebt, echt. Maar omdat je zoveel door elkaar hebt in je hoofd. Het gaat echt heel goed in mijn hoofd momenteel. Niet, mama. Ja, dat bedoelen we ook, schat. Gaat het gewoon niet zoals ik zou willen. Je denkt elke keer aan andere dingen en het schiet gewoon niet op. Mijn mama is even een foto aan het zoeken van het horloge, dat ik kan laten zien hoe die eruit zag. Nou, mijn hoofd liep even over. Ja, schrijf hem maar door. Schrijf maar iets verder de stoel. Dus we gaan even een kleuterraadsel een nieuwe opnemen. Maar ook even tussendoor iets anders. En het opnemen is altijd zo gedaan. Maar we willen wel echt zoveel mogelijk gewoon de normale dingen ook wel door laten gaan. Zover dat lukt. Ja, laat de krukken maar staan. Ga maar zo. Dat is prima, die heb ik echt zo gezet. Ga maar zitten op je plekje. Dan gaan we kijken of we jou goed in beeld hebben. Maar kijk wat ik daar heb gedaan. Heb je er weer zin in? Ja. Ja? Gaan we dat doen. Even kijken. Ik heb je bijna mooi in beeld zo.
Even kijken. Ja, dan gaan we hem opnemen. Leuk dat jullie kijken naar de 6e aflevering van Kleuterraadsels. Dit zijn trouwens de Minion aardappeltjes die we uit Duitsland hebben meegenomen. Zien er lekker uit, hè? Kijk, ik heb een hapje genomen van zijn hoofd. Ja, ze zijn echt wel leuk. Denk even zo lunchen, dat is ook wel even leuk. Ze komen uit de airfryer, dus dan valt het wel mee. Ik hou natuurlijk niet heel erg van het ongezond eten, zeker niet voor een kind. Maar ik denk, ja, het is voor haar ook zo sneu, want ik ben alleen maar bezig met die formulieren ook en zo. Dus dan maken we er toch wel even wat leuks van. Ze zien er echt goed uit. Ik pak natuurlijk meer in de airfryer, maar ik moet zeggen dat ze er heel goed zijn uitgekomen. Ah, dit was zo verschrikkelijk lief. Ik wist dat een van de mama's, dat was natuurlijk mijn mama groepje, die even langs zou komen. Ik wist niet waarvoor. Toen stonden dus twee van de mama's, want de rest moest werken, voor de deur met de kindjes. En ze hadden voor mij echt een enorm boeket bloemen. En voor Sarah bloemen. Ik zal even laten zien. Voor Sarah bloemetjes. En zeg maar mijn boeket. En het leuke is, er is echt over nagedacht. Het boeket is dus eigenlijk geïnspireerd op mijn trouwboeket. Nou, hoe verschrikkelijk lief. Want natuurlijk mijn trouwsieraden zijn ook gestolen. Trouwsieraden? Ja. Niet jouw trouwring? Dus, mijn trouwring heb ik om mijn vingers gehad. Dus dat was heel lastig. En Sarah die is altijd helemaal gek op matchup. Dus die heeft matchup gekregen. En ik hou van chippies. Moet ze niet zo vaak eten, maar ik hou er wel echt van. Dus ik heb een zak chippies. En wel de light versie, dus daar moest ik ook wel heel hard om lachen. En Sarah heeft nog een... Of Sarah en ik... Oh, daar gaat mijn kruk. Hebben nog een hele mooie tekening gekregen. Echt, van Noah. Ja, van Noah. Echt zo, zo verschrikkelijk lief. En nog een hele lieve kaart erbij. En echt, nou, ze stonden er met al die spullen. En ik had echt even moeite om de tranen binnen te houden. Ik vond het zo lief. Dus ik voelde gewoon helemaal mijn ogen ervan nat worden. En ik ben niet snel sprakeloos, maar ik wist even heel weinig uit te brengen. Dus mochten jullie het zien, dank jullie wel. Van alle vijf natuurlijk, ook al waren er maar twee. Maar echt, ja, dit zijn wel even de momentjes dat je toch wel weer even heel dankbaar bent. En ook wel weer met beide benen op de grond gezet wordt. Dat je wel heel veel dingen kwijt bent, maar dat soort dingen kunnen gewoon niet gestolen worden. En dat is gewoon heel mooi. Dus het heeft me wel echt heel erg veel goeds gedaan. Dus ja, ik ben er wel heel blij om. We hebben deze avond een, ja, hoe moet ik het noemen, een bijzondere avond achter de rug gehad. Waar ik nu even niks over kan vertellen. Ik weet niet of ik dat later kan. Dat valt even niet te zeggen. Maar het is geen avond geweest om mijn camera erbij te pakken in ieder geval. Maar goed, ik ga nu lekker mijn bedje in. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot morgen.